Oud Zevenaar is omstreeks de 8e eeuw ontstaan op de oevers van de Aa, een zijriviertje van de Rijn. Destijds bezat een klooster uit Rinderen bij Kleef hier een landgoed. Het klooster in Rinderen was gewijd aan de heilige Martinus. Sinds de 14e eeuw hoorde Zevenaar en omgeving tot het hertogdom Kleef. In het begin van de 19e eeuw werd een aantal malen van machthebber gewisseld. Pas op 1 juni 1816 werd het definitief aan het Koninkrijk der Nederlanden toegevoegd. De omgeving van Oud Zevenaar is voornamelijk ontstaan door het gebruik van de natuur door de mens. De weenwaard en het klompenmakersbosje zijn aangelegd voor het winnen van geriefhout, zoals wilgentenen voor het maken van manden en hout voor het maken van klompen. Buitengoed De Panoven is een voormalige dakpan en steenfabriek uit 1850 en is nu omgetoverd tot een goed bewaard industrieel erfgoed. De voormalige fabriek kent een unieke zigzagoven, de laatste zigzagoven van heel West-Europa die nog intact is gebleven. Tot 1924 werden op De Panoven 4 producten gebakken: dakpannen, tegels, drainagebuizen en bakstenen. Na 1924 is het hoofdproduct een ambachtelijke baksteen geworden voor de particuliere huizenmarkt. De toenmalige fabriek wordt al bijna 100 jaar gerund door de familie Kruitwagen. Een familie die een traditie kent van ruim 300 jaar stenen maken. In 1983 heeft de laatste steenbakker, Wim Kruitwagen, het vuur gedoofd.
De Sint-Martinuskerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar. Begin 15e eeuw werd een Mariakerk gebouwd, waarschijnlijk tegen de zuidzijde van de bestaande Sint-Martinuskerk aan. De kerk kreeg in 1572 zwaar te lijden van krijgsgeweld, de gotische torenspits werd in brand gestoken en verwoestte bij haar val het kerkgebouw. Na 1583 is een begin gemaakt met het herbouw. De kerk is een bedevaartsoord, met name vanwege het Mariabeeld en de Pieta. Het beeldje was aanvankelijk alleen voor de boeren uit de omgeving van betekenis. Zij zochten voorspoed, vruchtbaarheid en bescherming tegen ziekten en dood, honger en watersnood in ruil voor kippen, graan en kaarsen of devotiegiften van bijenwas of zilver. Na de 5e eeuw groeide de Mariaverering. Vanaf de 14e eeuw was Oud-Zevenaar een bekende bedevaartplaats waar Maria werd vereerd. De Pieta, moeder van Smarten, Onze Lieve Vrouw van Smarten, dateert volgens kunstkenners uit 1440 en kan dus onmogelijk de oorsprong zijn van de Mariaverering. Het beeld Maria met kind dat in het altaar boven de Pieta staat is gemaakt rond 1340.